Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vooral ten oosten van Nederland zien we dikkere bewolking liggen. Dat is bewolking die vannacht is overgetrokken, met hier en daar ook wat regen. Maar ja. Is voorbij en dat betekent dat het vanochtend gewoon droog is. Op steeds meer plaatsen komt de zon goed tevoorschijn. Als laatste ook in het oosten met temperaturen van 17 tot 19 graden. Vanmiddag gaan we over de 20 graden heen, 21 tot 23 graden. Periode met zon, ook wat stapelwolken en vooral tegen de oostgrens kan een enkele bui vallen. Maar de neerslaghoeveelheden zijn zeer beperkt. Vanavond is het weer droog, klaart het breed op en gaat de temperatuur dalen tot onder de 20 graden. In de nacht nog wat verder, plaatselijk naar een graad of 10 in het oosten. Maar morgen Loopt het kwik weer vrij vlot op en gaan we naar 22 tot lokaal 25 graden. Het warmst wordt het in Limburg. Misschien dat daar laat op de dag een regen of onweersbui valt, verder blijft het meest droog, meeste zon in de ochtend. Het weekend dan is wat wisselvallig want zaterdag beginnen we met vrij veel wolken, met name in de noordelijke helft van het land valt wat regen en later op zondag is er ook weer kans op een bui. Maar tussendoor is er ruimte voor zon. Zaterdag 24 tot 27 graden en zondag is het een graadje minder warm. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.